gescand. Oké. Okay. Ja? Ga ik hem aanzetten voor je. Moet je handen even op de juiste positie zetten. Nu aanzetten en dan gaat hij langzaam draaien. Mag je inderdaad ja, positie doen zoals we besproken hebben. Misschien wat moet ik zeggen. Lukt dat zo? Ja, Rowena. Ja. Het is vrij ongewoon. Ik zit hier op de zolder in de Krammer in Middelburg. Mm-hmm. Buiten de vesten, maar je hebt wel een bijzonder bedrijf, daarom kom ik graag eens even kijken. Leuk ons. Waar zit ik hier nu naar te kijken? Want er staat hier een dame lachend met een heel klein buikje, dat mag ik best zeggen, op een draaiende schijf. En jij bent aan het fotograferen, kan je het ook niet echt noemen. Vertel eens, wat doe jij nou precies hier? Wat wij doen? Ze neemt plaats op een draaiplaat, die draait heel langzaam rond. En dan scannen we haar echt in. En wat gaan we daarmee maken? Daar wordt echt een 3D-beeldje van geprint. Ja, dat doe je hier met de... Ik zie de Ultimaker, die ken ik van naam. Dat is een, dat is een 3D-printer. Klopt, ja. Die is nu ook bezig. Mm-hmm. Maar hoe werkt dat precies? Want mensen zijn zwanger die zeggen, nou, ik wil een beeldje van mijn buik. Of hoe gaat dat dan? Ja, nou, in principe staan we ook op beurzen om onszelf te promoten. Het is nog niet heel bekend. Wat vaak gedaan wordt is bijvoorbeeld een gipsbuik laten maken. Wat alleen, ja, nadeel wil ik het niet noemen, maar het is vaak iets heel groots en vrij onhandig. En iets wat je niet heel je leven lang houdt, meestal. En zo'n beeldje, ja, dat kan je eigenlijk heel je leven lang bewaren. En het is echt iets tastbaars. Ja, in de hoek zie ik er een paar staan. Je hebt kleinere beelden, grotere beelden. Nou, dit is... dan de scan van haar ook toevallig, dus dat is wel leuk om te zien. En het is van een soort kunststof? Ja, het is een geprinte kunststof. En het wordt echt helemaal zoals je ziet ook bij de printer, echt laagje voor laagje opgebouwd. Ja. En het is een mooi stevig beeldje. Wat ik er zelf zo graag aan vond, is toen ik zwanger was, dit is met 36 weken zwangerschap bij mij. En hoeveel is dat er in totaal? 39? Nee? Zwangerschap? Ja, het verschilt, hè? Ja, ja, goed. Ja, bij mij liep het iets anders. Maar ja, het is echt iets tastbaars. Het is echt een kunstwerk van jezelf. En ik kan eigenlijk niet wachten. Mijn kleine is nu 9 maanden. Maar ik kan niet wachten totdat hij beseft van, oh, hier zat ik echt in. Hij kan het ook vastpakken. Het kan geen kwaad. Als je het laat vallen, gaat het niet stuk. Dus dat is gewoon, ja. Maar stel je nu even voor, dan ik ben dan de vader van bij iemand en ik wil dat mijn vrouw schenken of mijn vriendin. Ja. Dan moet ik hier toch naartoe met mijn vriendin. Ik kan er niet mee verrassen, denk ik. Nee. Er is toevallig vorige week een klant geweest en die heeft het als verrassing voor de vriendin gedaan. En ze kwam met twee andere vriendinnen bij mij en ze had echt zoiets van, oh, ga ik nou een fotoshoot doen of wat ga ik doen? En toen heb ik inderdaad ook uitgelegd wat de bedoeling was en ze was heel verbaasd. Ze vond het super origineel. En super tof, ja. Maar wat kost dit? Er zitten verschillende formaten, hè. Zo zie je hier inderdaad wat formaten. En daar hangt de prijs ook vanaf. Zo'n klein beeldje, dat duurt ongeveer 6 uur om te printen. Reken maar door. Dus dat, daar hangt de prijs vanaf. De allerkleinste die begint vanaf €59 en dan loopt het zo om. We printen in principe tot 20 centimeter en die is €169. Dus ja, het varieert gewoon allemaal. En hoe lang wordt deze dame, hoe heet jij? Wie ben jij? Hallo, ja, ik ben Jennifer. En ik ben speciaal naar Middelburg gekomen om dus me te laten scannen. Ja, maar waar kom jij vandaan? Ik kom zelf van Vlissingen. Oké, en dat betekent dat er in Vlissingen niks is? Of in Zeeland niet? Of, Nee. Eigenlijk in heel Nederland zijn er dus maar 3 plekken waar je het kan laten doen. Oh ja. En ik ben haar, of tenminste het bedrijf, heb ik leren kennen via een beurs. En ik vond het heel bijzonder. Dus ik, een zwangerschapsbeurs of wat moet men? Ja, okay. Ja, een zwangerschapsbeurs.
Dus, en eigenlijk vanuit daaruit heb ik met hun een afspraak gemaakt en kom ik dus speciaal hier naartoe. Een aantal keren tijdens mijn gehele zwangerschap om dus verschillende beeldjes te laten maken. Van verschillende momenten waarop mijn buik natuurlijk steeds meer groeit. Dus zodat ik straks eigenlijk een blijvende herinnering heb voor heel mijn leven. Maar dat doe je dan om de 3 maanden of zo? Of? Ja, en mijn eerste beeldje laat ik maken rond de 14, 15 weken. Die heb ik dus, dat is dus nu dat, eigenlijk. Okay. Ja. En het volgende beeldje laat ik maken rond de 25 weken. Die zal dan ook weer een slag groter zijn die ik laat maken. En aan het einde van mijn zwangerschap, ja, dat is even de vraag natuurlijk. Dus dan zal ik waarschijnlijk een aantal keren komen. Ja, ja, ja. En ja, het liefst zo laat mogelijk. En dan een nog wat groter beeld en dan gaat het in de vensterbank of zo. Ja, ja, ja. En, en waarom doe je dat dan? Omdat je het gewoon een mooi aandenken vindt? Ja, ik vind het een mooi aandenken. En ja, wat ik vooral, het is heel bijzonder. Je ziet het nog niet veel. Dat vind ik, het is gewoon eigenlijk een uniek iets wat je hebt staan. Je kan het, als je het op een gegeven moment beu bent, kun je het makkelijk opbergen om het toch te kunnen bewaren. Ja. En ja, dat vind ik het mooiste ervan. Dat je dus gewoon je lichaam ziet veranderen. En dat je dus eigenlijk voor de rest van je leven blijft een herinnering. Is het ook je eerste zwangerschap? Ja, ja, het is ook mijn eerste kindje. Dus het is allemaal heel bijzonder. Ja, 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 alles is nieuw. Dus, ja. En hoe lang moet zij nou op die schijf dan staan? Of hoe lang, we zijn ondertussen al een tijdje klaar, maar ik denk laat je even. Oh, echt waar? Ja. Oh ja, dat gaat eigenlijk vrij. Dus maar een paar keer ronddraaien, dan het heb je. Het is eigenlijk 2 rondjes. En het bereik van de scanner is zo dat je niet helemaal alles in één keer kan pakken. Het is trouwens ook stralingsvrij, dus het is niet schadelijk voor de baby of voor de vrouw. Of, en ook de materialen waar we in printen, dat zijn ook biologisch afbreekbare materialen, zeg maar. Dus het is redelijk... Ik ben daar nog wel nieuwsgierig, want met elke vrouw is uniek, maar ik kan me ook voorstellen dat de prins, het is natuurlijk toch kunststof, kan je jezelf er ook echt in herkennen? Ja. Of als jullie een beeldje van een andere vrouw zouden doen, trappen mensen daar dan ook in? Of is dat onzin? Nee, dat is iets. Kijk, wat je zegt ook, elk lichaam is anders. We bewerken ook nog wel het een en ander na. Hè? Ja. Ja, de ene is wat steviger, de andere is wat slanker. Maar ik heb al verschillende soorten mensen en lichamen gehad, natuurlijk. En wat mij heel gaaf, of tenminste wat ik super aan vind, is dat elk lichaam mooi is. Ja, ja. En dat is echt iets, ja, kijk, ik kan iemand helemaal bewerken dat hij super strak is, maar je moet wel jezelf zijn. Ja. En je ziet wel al alle lijnen van je lichaam, die zie je gewoon. En als nou mannen met bierbuisjes, daar ken ik er ook wel een paar van, mogen die ook? Ja, dat is gewoon welkom. Dat is superleuk. En of andere... Plaat kan tot 150 kilo ongeveer. Ja, oké, okay, dat gaan we met. En ook als iemand zegt van ik wil mijn been of zo, mag dat ook? Ja, ja. Allemaal mogelijk. Dus het is niet speciaal zwangere vrouwen, want... Nee. Valt nog even kort samen dan. Hoe heet het bedrijf? Waar zitten jullie en hoe kunnen mensen jullie bereiken? Dat is dan je reclameboodschap. Ja, nou wij zijn 3D Print for You en wij scannen dus voornamelijk zwangere klanten in. En daar maken we mooi kunstwerk van. En wij zitten in Middelburg, maar ook in Hellevoetsluis. Oké. Okay. Dus, en als mensen het heel graag willen, kunnen jullie dan ook op locatie komen? Of is het alleen bij jullie aan huis of op kantoor? In principe is het alleen hier dan in Middelburg of in Hellevoetsluis. Of op een beurs. Of op een beurs, dat kan ook. Ja, mocht het nou echt niet mogelijk zijn dat ze hier komen, dan kunnen we daar natuurlijk altijd naar kijken naar een oplossing. Met tegen een kleine meer prijs. Ja. Ja. Je zit vooral met dingen als licht en zo. Ja, 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 ja. Dat is ja. En verder, dit zijn dan alle kleuren die voor nu mogelijk zijn. Okay. Dus daar heb je ook echt nog wel wat keuze in. Dus kleuren waar je. Kleur nou, ideaal voor dames die een beetje iets unieks willen. Oké, okay. En dank jullie wel voor de toelichting en veel succes met het bedrijf. Dankjewel.